Welkom bij een nieuwe video van Elershop. En vandaag ga ik jullie vertellen wat het verschil is tussen deze twee soldeerstations. De soldeerstations die we hier hebben zijn de Hakko FX888D en de Weller WE1010. De soldeerstations met hun soldeerbouten worden meegeleverd met een netsnoer, een soldeerpunt, een soldeerbouthouder en een spons. De Hakko komt ook nog met wat metaalwol. Het gebruik van de Hakko lijkt in het begin niet bepaald duidelijk omdat je maar twee knoppen tot je beschikking hebt. Daartegenover staat dat de Weller wel makkelijker te gebruiken is. Het soldeerstation heeft een LCD-scherm waarmee je de functies gemakkelijk kan bekijken. Verder heeft het soldeerstation een handige slaapfunctie. Het temperatuurbereik van de Hakko zit tussen de 200 en 400 graden Celsius en de Weller tussen de 400 en 450 graden Celsius, waarmee de Weller een groter temperatuurbereik heeft. Maar de Hakko heeft wel een betere temperatuurgeleiding naar de soldeerpunt, waardoor de Hakko sneller opwarmt dan de Weller. Verder is de Hakko ook kwalitatief beter en ook een stuk goedkoper dan de Weller. Bij het soldeerstation van de Weller betaal je eigenlijk gedeeltelijk voor het bekende merknaam, waar tegenover staat dat Hakko in Japan een gevestigde naam is en hier in Europa een opkomende naam is. Hiermee wil ik adviseren om de Hakko FX888D te nemen in plaats van de Weller WE1010. Hopelijk heb ik u hiermee geholpen en zie ik u bij een nieuwe video.